Nee, ik dacht dat ik het van mezelf aan het maaien was, maar ja, dat was bijna over. Ja. En dat meen ik nou serieus. Dus er was een moment dat jij dacht, daar ga ik. Nee, ik zei gewoon tegen het vrouwtje, gaat de pijp uit. Ja. En wat moet je anders zeggen, ja, die zou van pampers zijn. En wat dacht je toen? Ja, dat zeg ik net, dan gaat de pijp uit. Dus, ja. Had je niet dan zoiets? Waar denk je dan aan? Dat je niet aan je kinderen denkt? Nee, ik lag daar al en toen kwam ineens die dokter en die gaf een morfine spuit. En toen kwam de ambulance. En toen kwamen er nog twee mensen, de mug heet toch ook, waar die dat heet. Ik dacht dat van de brandweer was. Ik zeg, ze hebben van de brandweer. Maar die hebben me ja, naar het ziekenhuis gebracht en een dag later lag ik op tafel en ze eruit gehaald. En dan laten ze je elke week drie keer komen? Ja, dat is strontziek van je. Elke week drie keer naar de ziekenhuis. Tot februari. Dat lijkt wel, ik heb tegen mensen gezegd, volgens mij ben je nog eentje van die kampleiders van de Gestapo. Dat was echt, het is niet te doen. Daar ben ik echt, ik word gek van.